tijd om op eigen benen te gaan, eigen plan trekken. Mijn opa was een techneut in Harlingen. Daar heb ik het sleutelen geleerd. Sleutel aan fietsen, sleutel aan auto's, sleutels aan brommers. Bij mijn opa in de garage kon alles. Ik was inmiddels verhuisd naar Bolsward in Friesland. En daar heb ik een loods gehuurd. Voor €20.000 voorraad neergelegd. Kantoor aan huis. 1 A4'tje geprint met wat ik zou kunnen voor de klant. En daarmee op pad gegaan. Ik had 0 klanten, 0 omzet, 0 relaties. Gewoon vanaf 0. En hier in Unit H is het begonnen. Midden in de crisis. Ja, en toch evengoed die stijgende lijn? Ja, ik vond het wel een beetje een reset, zeg maar, midden in de crisis. De meeste medewerkers aangenomen, verhuisd, omzet zakte met 33%. Maar wel het bedrijf klaargestoomd, zeg ik er dan maar, om weer te gaan groeien. In december 2013 zijn we hier naartoe verhuisd. Ja, en wat heeft je dat opgeleverd? Met name ruimte in het begin, zodat we meer voorraad konden bergen en daarmee onze servicegraad konden verhogen naar de afgelopen jaren 8 en 9%. Voorraad is het allerbelangrijkste wat er is. Als je het niet op voorraad hebt kun je het ook niet verkopen, zeg ik altijd. Wij hebben hier ongeveer 3600 kuub en wij gaan straks naar 130.000 kuub ruim. Hey, we zijn er geloof ik hè? Ja, we zijn er. Wat zien we hier? Nou, wij zien hier nieuwbouw voor GE Truck Hydraulics. 2600 vierkante meter groot. Helemaal voor ons speciaal zoals wij het hebben willen. Met een loading dock wat je hier voor ons ziet. Waar de vrachtauto's naar beneden gaan, zeg maar, op werkhoogte komen van de vloer. Ja, wij willen heel graag Duitsland doen. Wij denken vanuit Nederland ook Duitsland te kunnen bedienen. De markt in principe is 10 keer zo groot als Nederland. Er worden 10 keer zoveel vrachtauto's verkocht. Ja, dat biedt natuurlijk heel veel kansen.